twee dumbbells of twee flessen water, twee badflessen wasmiddel. En verder jullie energie. We gaan beginnen. We gaan beginnen met de warming-up. Eventjes wat spieren en gewichten losmaken. Dat gaan we doen met twee setjes van 5 herhalingen. Inchworm, squat en Samsung dumbbells. Doe je niet mee? Oké, inchworm. 5 keer. Loop uit op je handen. Tot in de push-up positie. En dan loop je terug net zo ver als mogelijk is. Dat doen we nog 4 keer. Hou je buikspieren aangespannen. En dan duw jezelf terug. Voel die stretch achterin je hamstring in je been. Dit is 3. Nog 2 keer. En de laatste keer. Dan gaan we naar een squatpositie. Een lage, diepe squat. Je komt, gaat in een squatpositie zitten. Probeer het als het kan onder je tenen mee te houden. Dat ziet er van de zijkant zo uit. Doe die billen omlaag en hou je borst op. Rechter rug. En duw je heupen naar beneden. Zet je één hand in het midden. Met de andere draai je open. En wissel van kant. Dat is 1. En je komt weer op. Doe het nog 4 keer. Dus in die squat. Handen onder je tenen. Doe je heupen naar beneden. Twist. En twist. En je komt weer op. Doe het nog 2 keer. Twist. En twist. En op. Laatste keer. In die squat. Twist. En twist. Oké. Dan de laatste. Maak een grote lunge-stap naar voren. Zak door die achterste knie. En hef je armen naar boven. Totdat je die stretch voelt. Even zo laten zien. In je heup. Voorkant bovenbeen. En stap terug. Door allebei de kanten. 5 keer. En terug. Stap naar voren. En terug. Voel echt die rek aan die voorkant. Nog 3 keer. Thank you.
Gaat hij nog goed daar? En de laatste. Oké. Dit was het eerste deel van de warming-up. Als het goed is, zijn je gewrichten al een beetje los, spieren een klein beetje los. We gaan nu de hartslag ook wat omhoog brengen. En wat gerichtere warming-up doen. Twee setjes van 10 herhalingen. Een air squat, een deadlift en een hip bridge. Dus we gaan de core aan het werk zetten. De achterkant, dus je hele backchain. Even kijken, we starten. Met de air squat, 10 keer. Doen we 2 setjes. 2. 3, 4, 5, nog 5, 4, 3, 2, en de laatste. Kom maar liggen voor de deadlift. Lig op je rug. Knieën zijn boven je heupen. En je steekt je armen in de lucht. Nu gaat je rechterbeen gelijk met je linkerarm strekken. Het ziet er zo uit. En span je buik heel goed aan. En duw je onderrug in de grond. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En de laatste. Dan gaan we door naar de hip bridge. Zet je voeten dicht bij je heupen neer. Armen naast je. En je duwt je billen omhoog. Spanning op die billen. Schouders liggen ontspannen op de grond. Daar gaan we. 1. 2. 3. 4. Span die billen goed aan. 5. En nog 5. 4. 3. 2. En de laatste. Kom maar weer staan voor de air squat. Tweede serie. Daar gaan we. 1. 2. Borst is op. Rug is recht. 4. Billen. Ga naar achter en naar beneden. 6. 7. 8. 9. 10. Kom maar naar de grond voor de deadlift. Dood in seks is het letterlijk vertaald. Knieën boven de heupen, armen, rechterbeen, linkerarm. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en de laatste. Laatste 10 hip bridges. Voeten weer bij je billen. Spanning op je billen. En dan gaan we. 1. 2. Duw die hielen in de grond. 3. 4. 5. 6. Nog 4. 3. 2. En de laatste. Heel goed. Gaan we als bonus nog even 10 jumping jacks doen. Dan gaat de hartslag nog even lekker omhoog. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké. Warming up is gedaan. Neem even een slokje water. En dan gaan we naar het echte werk. We gaan werken met supersetjes. Dat betekent dat we per keer 3 oefeningen hebben die we achter elkaar uitvoeren. En dan na het setje hebben we heel even rust, 1 minuutje ongeveer. Dan gaan we door naar set 2. We gaan beginnen met set 1. Dat is een superset van push-up, van one leg deadlift en backward lunge combo. Dan naar de crunch, leg, arms in en out. Ik ga ze allemaal even laten zien, want het klinkt allemaal heel leuk. Maar zien is beter begrijpen.
spieren. Ga ze allemaal eventjes voordoen. Je kan op je knieën. Handen recht onder je schouders. Dan zak met een recht bovenlijf naar beneden. Borst zo ver mogelijk richting de grond. Dat is één. Dan kan je dezezelfde op je tenen doen. Zak naar de grond. Borst of op de grond, zo ver mogelijk. Zoek jouw optie uit. Deze. Dan kan je hem eventueel nog op de verhoging doen. Zowel op knieën als op tenen. Dus op deze manier. Dit is de makkelijkste manier. Dan deze op tenen. Deze. En dan de lastigste variant is met je voeten op de step. Dus verhoogd. En op. Ik ga ze straks zelf allemaal met jullie meedoen. Tweede is, heb je gewichtjes voor nodig. Wat we gaan doen is een combinatie van een deadlift op één been. Je gaat op je linkerbeen staan. Zoek je balans. Gewichtjes in beide handen. En dan buig je vanuit je heupen naar voren. Als een soort wip. En dan ga je meteen met datzelfde been naar achter en maak een lunge. Even van voor gezien. We gaan eerst met één been en dan met het andere been. Dus je begint met die one leg deadlift. Dus been naar achter, borst op. Tik hem aan en stap uit. Dat is één herhaling. Ja? Dan de volgende is een core oefening. Wat je doet. Dus je begint hier tegelijk je armen en je benen uit. Dus je spanning op je buik. Uit en in. Uit en in. Borst, de kin is op je borst. En je spant keihard je buikspieren aan als je opkomt. En probeer je onderrug tegen de grond te duwen. Dat is oefening 3. Deze 3 gaan we 4 setjes doen van 8 herhalingen. Zijn jullie er klaar voor? Dan gaan we nu starten. Oké, 8 push-ups. Ik ga op mijn handen en voeten starten. Doe maar mee, op jouw versie. Ja? 8 keer. Daar gaat ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gaan we meteen door naar oefening 2. De eenbenige deadlift. Om en om. We beginnen met rechterbeen uitstrekken. Daar gaan we. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nog 2. En de laatste. Voel je linkerbil? Dat is één kant. Gaan we naar de andere kant. Linkerbeen strek je uit naar achter. Gewicht op je rechterbeen. Daar gaan we. En de loops. 1. 2. Evenwicht. 3. 4. 5. Nog 3. En de laatste 2. En de laatste. Met de lunge. Zet je gewichtjes weer neer. We gaan naar de grond voor de crunch. In en out. Dus start. Liggend. Armen naast je. Spanning op je buik. Daar gaan we. 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7 en de laatste. Dit was 1 set. Neem even een slokje water. Deadlifts en de lunges. Ik ga hem nu even van voor laten zien. We beginnen met rechterbeen naar achter. Daar gaan we. 1. Ik heb ook af en toe last van mijn evenwicht. 2. Je moet je echt concentreren. 3. 4. Kijk ook echt mee met de beweging. Lange rechte nek. 5. Stambeen is licht gebogen. Doen we nog 2 keer. En de laatste. Aan deze kant. Schud even los. Wisselkant. Daar gaan we. Naar achter. En lunge. Strek uit en lunge. Probeer je heupen recht naar beneden te laten wijzen. Dat je niet gaat draaien in je heupen. We zijn op de helft. 5. Probeer zo recht mogelijk op te staan. Nog 3. En de laatste 2. Snel naar de grond voor de crunch. Ready? Daar gaan we. 1, 2. Voeten bewegen vanaf boven de grond. 4. Nog 4. 3. 2. En de laatste. Rondje 2. We zijn op de helft. Een slokje. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar hier is het warm. Tenminste, ik heb het warm. 2 setjes, we gaan naar de push-up. 3e setje. Ik ga nu doen vanaf de verhoging. Zoek je eigen niveau. Heel even rust nog, 10 seconden. Ik wil al veel te snel weer verder. Daar gaan we. Setje 3, push-ups. Daar gaan we. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2 en de laatste. Deadlift en lunge. Dan gaan we weer. 1, 2. Yeah.
wissel van kant. Dan gaan we weer. Achter links. 8. Okay. 3 van de 4 setjes gehad. Ik hoop dat het allemaal goed gaat thuis. Neem nog weer een slokje. Altijd goed drinken tussendoor. En goed je rust nemen ook. Mijn ademhaling is ook hoog. Nou, laatste sessie. Ga ik hem proberen op mijn tenen? Zijn jullie er klaar voor? Setje 4. Daar gaan we. 1. 2. 3. 4. 4. 3, 2, en de laatste. Laatste keer. Deadlift en lunge. 8 herhalingen. Haal je er geen 8, is ook prima. Doe je er 6, als je ze maar doet. Dan gaan we. Rechterbeen. En lunge. 2. 3. 4. 5. 6. 7. En de laatste. Schud even los. En wisselbeen. Eerste oefening.
pittig. Ik ga voor hem. Voor en achter. Voor en achter. Als het lukt zonder hem neer te stappen, zet hem tussendoor. Dan doen we beide kanten 8 keer. We gaan weer voor de 4 sets. Dan, tweede oefening. Gaan we voor liggen. Op je elleboog. Elleboog is onder je schouder. Benen in een hoek van 90 graden. Ligt op één heup. Hielen op elkaar. Wat je nu mag doen, is je heupen liften en tegelijkertijd je billen hier aanspannen. En je knie zo ver mogelijk naar buiten. Dus dit is één herhaling. 2, 3. Doen we aan beide kanten 8 keer. Dan gaan we jump into plank. Even kijken. Zit goed op de video. Je zet je handen voor je neer. Je springt in de plank. Spring terug. En komt op. Zet je handen neer. Spring. Spring. En sta. Spring. En sta. Het is eigenlijk een halve burpee. Ja, jump into plank. Deze 3 oefeningen. Setjes van 4, 8 herhalingen per kant. Zijn jullie er inmiddels klaar voor? Dan gaan we beginnen met de eerste set. Backward en forward lunge combo. Daar gaan we. Ik begin met mijn rechterbeen. Is makkelijk voor jullie. Daar gaan we. Voor en achter. Dat is 1, 2. 3, span je billen aan. 4, 5, 6, 7 en de laatste. Andere kant. Je zal zien dat de ene kant altijd makkelijker gaat dan de andere. Kniehoek van 90 graden. En dan gaan we. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 en de laatste. Als je nou een miniband hebt thuis, kan je die ook om je knieën doen. Dat maakt het extra zwaar. Dus je hebt nog 3 sets om de miniband erom te doen eventueel. Zo is het wel zwaar genoeg. Maar half burpee, jump to plank. Daar gaan we, 8 keer. 1. 2. Span je billen aan als je opkomt. Strek je helemaal uit. 4. 5. Nog 3. 2. En de laatste. Deze is lekker, hè? Goed die hartslag omhoog. Dat was 1 rondje. Nog 3 te gaan. Even een slokje water. Dan gaan we voor setje 2. Als jullie weer op adem zijn. De tijd gaat snel.
if you're having fun. Niet? Dan gaan we weer. Begin aan deze kant. Rechterkant, daar gaan we. Voor en achter. Eén. Probeer je op één punt te richten. Dan heb je meer evenwicht. Drie. Blijf rechtop, span je buik aan. Met de linkerkant. 1, 2, 3, 4. Zak diep door die knie. 5, 6, nog 2. En de laatste. Naar de clamshell. Side plank. En clamshell. Liggen jullie? Dan gaan we weer van start. Lift heup en knie. 2, 3, 4, 5, 6, 7 en de laatste. Wisselkant. Springen nou niet, stap dan uit. Niet op deze manier. Ja, gaat misschien iets langzamer. Stap, stap. Maar dat geeft niet. We zijn op de helft. Nog twee te gaan. Ik heb het bloed heet. Ik weet niet hoe het bij jullie zit. Leg je billen niet helemaal neer, hè? 3, hou ze een beetje boven de grond. 4, 5, 6, 7. En de laatste. Zo kant.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en de laatste. Kom maar staan voor de jump into plank. Ready? Let's go. 1, 2, 3, 4, en nog 4, 3, 2, en de laatste. We hebben er alweer 3 gehad. We gaan naar de allerlaatste set. Laat die benen maar branden. Even een slokje. Check hier, heb je genoeg daar. Ik begin trouwens steeds met mijn rechterbeen. Omdat het mijn zwakke been is. Het is het fijnst op zich om met je zwakste been te starten. Maar dat. Kijk maar even hoe dat bij jullie thuis is. Dan gaan we weer. Laatste set. Voor en achter. 2. 3. Kom maar liggen. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en de laatste. Deze kant. Twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht. En de laatste keer, jump into plank. Allerlaatste. Daar gaan we. Zet hem op, hè. 1, 2. Nog 6, kom op. Nog 5. We raken de stal. Nog 4. Laatste 3. 2. En de laatste. We did it. We zijn er niet meer klaar. Oké. Dit was de tweede set. Even adem komen. Zweet van je voorhoofd. Verzamel moed voor de volgende ronde. Thank you.
van 12 tot 15 herhalingen. Kijk even hoe ver je zelf komt. En dan gaan we rugspieren, schouders, biceps en triceps. In één ronde achter elkaar. Dus we beginnen met de rugspieren. Pak twee gewichtjes. Je buigt de knieën van het slot onder je heupen. Buigt vanuit je heupen voorover met een rechte rug. En je buik aangespannen. Wat je doet, is roeien naar achter. Je elleboog trek je naar achter. En je schouderbladen span je aan. Dit is die beweging. Hou hem even vast op het eind. Span aan. En span aan. 15 keer. Dan gaan we naar de front and lateral raises. Dus de gewichtjes of de flessen naar voren en opzij. Dat is één herhaling. En dit is twee. Gaan we meteen door naar de triceps. Overhead extension. Op deze manier. Dus je houdt je ellebogen naast je hoofd. Je houdt ook je buikspier aangespannen, je ribben bij je. Dus ga niet in je rug gaan hangen. Staat rechtop. Strek je armen uit en hou je ellebogen naast je hoofd. Dan de laatste. Biceps curl. Dus deze 15 keer. Ja, alles 15 keer. 12 tot 15. Kijk even of je rust tussendoor nodig hebt. Zijn jullie er weer klaar voor? Dan gaan we nu starten. Bent over the row. 15 keer. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5. Span aan. 7. Hou die borst op. 9. 10. Nog 5. 4, 3, 2. En de laatste. Schouders, front en lateral raises. Dan gaan we. 1, 2, 3. Je handen komen niet boven je schouders uit. 4, en blijf rechtop. 5, 6, 7, 8. Span ook echt die schouderspieren aan, hè. 9, 10. De laatste 5, dat noemen ze ook wel muscle-mind connection. Nog 4. En nog 3. Dat je denkt aan de spieren die je aan het trainen bent. De laatste 2. En de allerlaatste. Volgens mij ben ik aan het lekker uitzien. Fles even goed. Dit bij het door, anders is het hier een beetje. Oké, we gaan door met de triceps extension. 1. Hou die buik in. Hou die ringen bij. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nog 5. 4. 3. 2 en de laatste. Gaan we naar de biceps. 1, 2, knijp in die spierballen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nog 5, 4, 3, 2 en de laatste. Oké. Even rust tussen de setjes. Dit doen we nog één keer. En dan ronde finale. Korte rust, het zijn kleine spiertjes. Gaan we niet al te veel. Tenminste, het ligt eraan hoeveel gewicht jullie thuis hebben. Maar deze flessen zijn niet heel zwaar. Maar het aantal herhalingen maakt het uiteindelijk wel toch wel een beetje zwaar. Tenminste, dat hoop ik. En anders kun je er thuis altijd nog een paar setjes bij doen. Dan gaan we, tweede set. Dan gaan we weer. We beginnen met de rug. Dan gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14. En de laatste. Schouders. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Deze duren lang. Ze dubbel zijn. 10. 11. 12. 13. Nu begin ik ze een klein beetje te voelen. 14. En de laatste. We gaan door naar de achterkant, de armen. Triceps. Strek je armen. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. En de laatste. Gaan we naar de biceps. De allerlaatste. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nog 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. En de laatste. Nou, heel goed dicht zit je niet. Oké. Dan. Even kijken. Nou, mooi op tijd. Neem even een snoepje, rust heel even uit. Ga ik even mijn timer zetten. En wij gaan als laatste even wat cardio doen. Ga ik de timer zetten. En daarin gaan we 4 oefeningen achter elkaar doen. Achter elkaar. Zoveel mogelijk rondjes. De eerste oefening is high knees. Probeer ook echt je knieën goed op te trekken. 30 keer. En dat, is, dat ziet er zo uit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat doen we 30 keer. Ik tel mee. Probeer de snelheid ook aan te houden. Dan gaan we naar plank shoulder taps. 10 keer. Ga je in een plank staan en je tikt je schouders aan. Beide armen is één herhaling. Dus dat ziet er zo uit. 1, 2, 3. Van de zijkant. 1. Dan gaan we naar jumping jacks. 1. Kennen jullie allemaal, denk ik. Dan reverse crunch. 10 keer. 30 jumping jacks trouwens en 10 reverse crunch. Til je benen op. Kin op je borst. Op. Op. 10 keer. Achter elkaar. Yes. Laatste 5 minuutjes even knallen. Daar gaan we. 30 high knees, 10 plank shoulder taps, 30 jumping jacks en 10 reverse crunch. Daar gaan we. Nu beginnen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoger. De knieën. 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, nog 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed. Plank shoulder taps. 10 keer. Dan gaan we. 1, 2, 3. 4, 5, nog 5, 4, 3, 2, en de laatste. Jumping jacks, 30 keer. Daar gaan we. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, nog 10, 9, hou vol, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liggen voor de reverse crunch. 10 keer.
Dat is je laatste serie. Kom op. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zet jezelf op. We zitten op. Nog 3,5 minuut. Heinies, dan gaan we weer. 2, 3, 4, 5, 6. Lift je binnen van de grond, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dit is eigenlijk even uitrustmoment, hè? Kom op, gaan we verder. We zijn er nog niet. Hoeveel? 1 minuut, 40 seconden. Kunnen nog een rondje, kom op. 2, 3, 4, 5, 6. 20, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Plank shoulder tap. Heupen bewegen niet, hè? Stabiliseer. Met je buikspieren. Je hele core. 4, 5. 6, 7, 8, 9, laatste 2, jumping jacks. Kom op, 50 seconden. 3, 5, 9, 10. Sloopt. En dan zeggen ze dat home training makkelijk is. Maar ik dacht het niet. Best pittig, toch? Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ga als je het even goed af wil maken, nog even een paar stretches doen. Kunnen we dat samen nog even doen? Nee. Doe maar voor jezelf even nog wat stretches. Probeer je voorkant benen even te stretchen, je kuiten. Achterkant benen. En eventjes één momentje te ontspannen. 2 minuten. Eventjes in de rebound. En dan wens ik jullie een hele fijne dag. Tot de volgende keer.